bus lopen. Ja. We gaan beginnen, Matthew. We gaan beginnen. Maar ik begin niet met de ballonpomp. Maar dit zijn ze wel. En de eerste dag altijd grijtig. Dat is een proces, daar ontkom je niet aan. De eerste week is enthousiast. De tweede week raken ze wat vermoeid. De derde week krijgen ze in de gaten dat ze misschien niet starten in een bepaalde oefenwedstrijd. Hoe gaan ze dan weer met die teleurstellingen om? Maar deze groep, zoals die nu ook hier staat met jongens van onder 19, ben ik ervan overtuigd dat het een hele gretige groep is die iedere wedstrijd 90 minuten naar het gaatje gaat. Zijn fysiek sterk, kunnen het 90 minuten volhouden, dat is het grote verschil met vorig jaar. Goed trainen, dingen doen die gevraagd worden, elkaar corrigeren, zodat Danny en ik, voor diegene Danny nog niet kent, Danny Landschap. En uiteindelijk moet je van hier heel snel daar. Kijk naar Justin, Owen, Levi, Jamie, die zitten er nu allemaal al bij. Als ze terugkomen is aan hun. We kunnen jullie ook al, dat is dan vorig jaar. Joris zal daarover vertellen straks, of de komende dagen. De faciliteiten hier bij ZET wel beter zijn. Dat is echt een club van de mensen daar. Dus ik denk dat er daar heel veel passie en strijd is. En qua kwaliteit is denk ik AZ wel beter. En als ze dat niet doen, dan krijgen ze een probleem. Dan is er ook nog een mat in haar. Ja, daar ben ik voor en daar begint het mee. Met inzet, met beleving, met bezieling, voor elkaar knokken. Aanvallend proberen te spelen wanneer het kan. Goed verdedigen naar al die clichés. Maar dat zit wel goed binnen AZ. Dit is je derde keer.